Een ambacht. Wat is dat? Iets tastbaar maken? Met de hand? Zeker geen massaproductie. Een ambacht is meer dan een beroep. Het is métier, het is passie, het is kennis. Het is iets dat je kunt aanleren. Het is iets dat je kan doorgeven op andere generaties. Er zijn ook veel moderne ambachten tegenwoordig. Ik denk maar surfboards maken, ultralichte moderne fietskaders lassen. Is koken een ambacht? Ik denk het wel. Voor mij kan het niet breed genoeg gaan. Ja, maken, dat is het liefste wat ik doe. Theater maken, televisie maken. Eten maken, meubels maken, messen maken. Ik maak graag en ik kijk graag hoe andere mensen maken. Smeden bijvoorbeeld is iets dat mij altijd gefascineerd heeft. Hoe je van zoiets hard plots hele sierlijke vormen kunt buigen. Wil je meer weten over ambachten? Kom dan zondag 28 april naar de 19e editie van Erfgoeddag met een focus op vakmanschap. Er is ook een wedstrijd. Nomineer jouw favoriete maker. Ik nomineer alvast Julie van Mechelen, Smit. Klik op de link om jouw favoriete maker te nomineren en we zien jullie op de Erfgoeddag.